Voor sommigen. Oh, nou, zij ook. Trouw, hè? Trouw, hè? Door wethouder Jansen, ook nog. Dat is wel heel lang geleden al. Ja, toen ben ik getrouwd. Dat hadden wij de wethouder. Ja, dat was bij buurman. Vandaar de wethouder Jansen. Ja, dat moet je dan. Kijk, ja. Zo gaat het, hè. Was een boer. Kijk. Een mede. Ja, maar toen stond het. En heb ik een tijd lang andere stoelen gestaan. En ik weet, toen mijn dochter trouwde, toen was het daar. Maar men heeft later ontdekt dat de bruid die binnenkomt, die wil graag binnen schrijden. En anders kon ze binnen, kon ze gelijk gaan zitten. En daarom heeft men allemaal omgedraaid naar deze kant om haar toch iets meer te laten lopen. Oh ja. Kijk, en de fotograaf werd er wat anders gelogen. Vandaar dat de zaak anders is gezegd. Maar goed, ik ga je toch wat vertellen over de geschiedenis van deze zaal. Want er zit een hele geschiedenis aan vast, hoor. Een heleboel. Er kan heel veel over verteld worden. Ik heb buiten al gezegd, het was vroeger het wijnhuis. Oorspronkelijk. Het wijnhuis, nou, dan moet je je voorstellen, dat was de opslag waar de wijn die werd ingekocht en er moest ook betaald worden. En hier werd het dus verkocht, maar dat heeft niet lang geduurd, maar al vrij snel is het wijnhuis een raadzaal geworden. En de raadzaal waar we net binnenkwamen, de entree, dat was vroeger de raadzaal en de raadzaal kwam hier. Want de hele geschiedenis van die ruimte die we zien, staat boven die deur af. Staat boven die deur. En die deur die we willen zien, dat was oorspronkelijk de toegang tot deze zaal. Maar omdat men een nieuwe voorgevel voor het gebouw heeft gezet, past het allemaal niet meer. Want er is een hele partij in het buitengebouw en er zit nu de meterkast achter en men heeft daar later een nieuwe deur gemaakt. Maar wie van jullie kent Martijn? Ja. Nee. Ja, ik thuis. Ja, die ja. Ik ben aan het einde van de Latijn. Ja. Niemand kent Latijn, heb ik geluk gehad. Maar dan moet ik het zelf vertalen en ik kan ervan maken wat ik wil. Nee, hoor, is dat? Nou, wat we daar zien, ten eerste zien we dat engeltje wat daar zit, die noemen we een putto. Die heeft daar bij zich een zeis en een zandloper. Dat is het zinnenbeeld van de tijd. En links en rechts zien we dus levensvlammen en dan staat er voor God en de gerechtigheid. De stadsmagistraat, en dan moet binnen de magistraat, de burgemeester en wethouders in die tijd, besloten dit eertijds gewijde gebouw, bestaande uit drie huizen, in het voor de stad fatale jaar 1503 in vlammen opgegaan, daarna gerestaureerd in 1620, te verfraaien met deze vergaderzaal zonder enige uitgave der stad. En er staat dus iets van april, geloof ik, anno 1726. En dan kijken we meteen even achterom naar de schouw en daar staat er iets boven in de Romeinse cijfers 1827 en daar staat 26. Nou, dat wil zeggen dat ze er een jaar over gebouwd hebben om deze zalen zo te laten uitzien. En die hebben dat dus gedaan, de stadsmagistraat, en het heeft 6.000-7.000 guldens gekost zonder enige uitgave de stad. Dus ze hebben dat uit hun eigen portemonnee betaald. Of misschien hebben ze nog een bazarretje gehouden of een verloting, weet ik veel. Maar hebben die stadsbestuurders gezegd, alles goed en wel, we zijn hartstikke goed, maar we zijn niet gek. We willen verevigd worden in deze zaal. En daarom hebben ze familiewapens daar op de schouw aangebracht. 13 in getal, 12 raadsleden en 1 gemeentesecretaris zitten in het midden onder. Het zijn hele bekende namen bij Bonen, Uitspelen enzovoort, dat is wat we vroeger doen denken. Dus in 1827 kwam deze zaal klaar en zo ziet het er in feite er nog uit. Behalve de vloerbedekking, het meubilair en de lampen. En wat zien wij hier? Nou, we zien hier een zaal in rococo, barok. Lodewijk de 14e, 15e, allemaal wat weerdig met al het houtsnijwerk en het acanthusblad enzovoort. Uit die tijd staat dat. Wat heel bijzonder in deze zaal is, in de grote getale, is het goud leerbehang wat we hier in de randen zien. Het is gewoon een stuk leer hoor. Dierenhuiden, wat gedroogd is. En met een mal heeft men dus de figuur erin geslagen en daarna een penseeltje ingeverfd, ingekleurd. En dan zul je je afvragen waarom zit deze luiken achter mij nu dicht? Nou, dat heeft te maken, men is tot ontdekking gekomen dat het heel slecht tegen zonlicht en daglicht kan. En in deze hoek zie je dat, het is een heel andere kleur. Men heeft geprobeerd wat te restaureren, maar het is niet gelukt. En sindsdien zitten gewoon de luiken dicht.
Nu ga ik met jullie een stukje vaderlandse geschiedenis doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Eens kijken wie er nog goed is, de jaartallen en belangrijke personen. Laten we met deze persoon maar eens beginnen, deze schilderij. Oh, ik zal even zeggen, deze vijf van deze schilderijen zijn van Isaac Isaacszoon en twee andere zijn van Duiven. Ze hangen hier ook al zo lang, deze raadzaal bestaat, maar ook al voor die tijd, vanaf 1580, 1600 hangen ze hier al. Ik geef al een beetje een hint in de richting waar deze schilderijen over gaan. Enig idee wie dit voorstelt? Willem 1, Willem 2 en Willem 3. Zo. Tot. Je bent wel warm, je bent hier. Begin is goed. Willem van Oranje. Willem de Zwijger, Willem van Oranje. Heel goed. Goed zo. Vader is vader. Ja, maar dat kon wel niet Willem zijn, Bram. Was dit nog eens in? Ja, natuurlijk. Je hebt een voorzet gedaan. Dat is een goede hint, hoor. Ik heb het goed. Oh. Wij zien hier dus Willem van Oranje op een bruin paard. En dat geeft aan dat hij geen krijgsheer was, maar een staatsman. En bij hem staat de Hollandse maagd. En die geeft ook al aan dat Willem er niet zo'n oorlog hield, want de speer is afgewend. Dat betekent dat hij niet zo'n vechtersbaas was. En op de achtergrond zien wij dus de slag op de Haarlemmermeer van de Watergeuzen. Nou komen we bij de volgende schilderij. Wie zou dat nu zijn? Dat is Willem. Nee, het was een zoon van Willem van Maurits. Prins Maurits. En dan moet je even naar de paard kijken, dan zie je een heel apart paard, hè? Wit en zwart. En dat betekent dat hij wel een krijgsheer was, maar ook staatsman. Vandaar dat hij dus op die manier heeft laten afbeelden. En tussen de benen van de paard zien wij de duinen in België. De stad Nieuwpoort. Ja, en dat weet iedereen. Van 1600. 1600, hè? Maar vraag ik altijd 1700. Wie weet dat? Nee. Heel simpel. 100-jarige herdenking van de slag van Nieuwpoort. Ah, ja. Oké, van 754 Bonaparte. Heel goed. Maar goed, dat was er even tussendoor. We gaan verder met de volgende. Dat was ook weer een zoon van deze. En een halfbroer van die. Oh, Willem. Hij was stedendwinger. Ja, Willem. Frederik. Hendrik. Hendrik. Frederik Hendrik. De stedendwinger en tussen de benen van de plaats zien wij dus de stad Den Bosch. Daar heeft hij met een list. Heeft hij veroverd door het water af te dammen, zodat de stad, het water uit de stad wegliep en ze zo de stad binnenkomt. Nou, dan hebben we daar nog een paar figuren. Ik zal niet vragen wie dat zijn, want dat gaat zo ver weg, deze twee. Dat is die we daar zien, dat is Hendrik de Vierde, koning van Frankrijk. Ja, wat doet die hier nu in Harderwijk? Ja. En Gustav Adolf, koning van Zweden. Ja, daar hebben we nou al banden mee, hè? Ja. Men zegt dat dat met Hanzen te maken heeft, het Hanzenverbond. Dat heeft te maken met Hugenoten. Het was allemaal in de tijd van de 80-jarige oorlog, de 30-jarige oorlog, de strijd van de protestanten en de katholieken. En ze waren verwant met Oranjes, vandaar dat ze hier terecht zijn gekomen. En Hendrik IV was protestant, maar hij kon alleen koning van Frankrijk worden als hij katholiek werd. Dat heeft hij dus gedaan. En daarachter in de hoek hangen nog twee personen. Ja, we komen wel bij Willem III, want dit is stadhouder Willem III van het rampjaar 1672 bekend. Met zijn vrouw Mary Stuart. En jullie hebben natuurlijk wel eens gehoord van onlusten in Noord-Ierland. De oranje massa enzovoort. Nou, daar hangt de aanstichter dus. Hij was stadhouder van Holland, was getrouwd met een Engelse. En de Engelse vroegen op een gegeven moment van kom naar ons toe en jaag die katholieke Jacobus bij ons vandaan. Dan kun je bij ons koning worden. En dat heeft hij dus gedaan. En de Noord-Ieren vonden dat zo mooi. Die zeiden, kom ook even naar Noord-Ierland toe en jaag die katholieken hier weg. Want daar hebben we alleen maar last van. Dat heeft hij dus ook gedaan, maar die kwamen weer later weer terug. En dan had hij een probleem natuurlijk. Ja, hij niet, maar de bevolking daar. Tegen die tijd was hij al lang weg. Dan nog even de schouw op de achterkant. De schouw, daar staat een afbeelding op. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Dat is Vrouwe Justitia. Ik zal niet vragen, zij mist iets, maar je moet wel goed kunnen kijken. Zij mist wat. Dat zie je van deze afstand niet, maar dat is de blinddoek. Oh, ja. Vrouw Justitia staat altijd afgebeeld met een blinddoek. En men zegt dus, dat is allemaal men zegt hoor, dat hij een slecht recht had gesproken in Harderwijk. Ze knippen wel eens een oogje dicht. En daarboven
Daar zien we dan nog weer het wapen van Harderwijk. Leeuw staat hier andersom. En het wapen van het Hanzenverbond. En dat wordt afgedekt door de hertogelijke kroon. Maar daar zijn we er nog niet, want we hebben het plafond nog. Ja, ja, dat is de truc. Ja, en dat aangebracht in 1826 in het protestantse Harderwijk, onbegrijpelijk, maar het is wel gebeurd. Wat stelt het voor? Waar zijn in volle verstand dan? Of waar is het dronken? Ik weet niet. Wat stelt het voor? Ik moet zeggen, het heeft niet veel om het lijf, maar goed. Nee, ik heb het lijf. Die raadsleden, die, als ik niet interessant vond, keek me naar boven, denk ik. Nou, kijk maar eens goed. Men zegt dat dit de Griekse goden zijn. Oh. Alle Griekse goden. Je kunt het ook af en toe zien, je ziet hem met zo'n driekant staan en zo'n iemand met pijl en boog, Apollo. En in het midden staat Hestia, de godin van de huiselijke haard. En wat het voorstelt is dat zij werd geëerd door alle goden op de Olympus. Want oppergod Zeus staat helemaal bovenaan in het rode vakje. En die heeft alle goden dus samengeroepen om een feestje te houden, denk ik. Waar is het feestje? Hier is het feestje, daar is het feestje. Terwijl ze ook al feestjes vroeger, hè? De goden zaten ook al. Nou, om te zien dat we hier op het plafond doen, in een harde bij. Ja. Feestje, hè? Ja. Zou dat zijn? Ja. Men weet het niet. Nee. In die tijd moet ik wel zeggen dat de gewone burgerij kwam hier niet in de stadhuis binnen, hoor. Vandaar dat het ook in Latijn daar staat. Hoor. Ja. Mensen konden lezen dan schrijven. Ja. Dus kwamen hier nooit bij. Alles stond in Latijn opgeschreven, want andere taal had geen zin, want lazen ze het toch niet. Ja. En het gewone volk kwam hier nooit binnen. Ja, en op de hoeken van dat zien we ook nog een aantal figuren, de elementen waaruit alles is opgebouwd volgens Plato. Dan zien we daar in de allerverste hoek zien wij iemand met een hele weelderige bos haar. Dat is de lucht, daar staat de lucht voor. En dan de andere hoek, daar zien wij een boer met een ploeg. Dat staat de aarde voor. En dan zien we daar nog iemand met een kan met water. Er komt water uit, dat is water. En de laatste is vuur. Dat zijn de vier elementen volgens Plato waaruit alles is ontstaan. Zo, zijn er nu nog vragen over deze zaal? En die kroon zit er samen hier ook als mensen. Nee hoor, die lampen niet. Dat is een nieuwe wet. Dat is een nieuwe wet. Dat vroeger denk ik ook. Ja, dat snap ik. Nieuwe wet.